gewoon omdat ik eigenlijk was vergeten dat ik ging vloggen vandaag. Het is echt, het is 13 graden, maar het is nat en koud buiten. Zit ik hier een dekentje. Ja, we zelfs lekkere kokosiertjes eten en denk ik gewoon een film kijken, want het is echt wel filmweer. Welke, daar zijn we nog niet uit. Waarschijnlijk als ik die op moet laten doen, een Star Wars film. Maar pas op, ik zie die wel heel graag hoor, maar ik val altijd in slaap bij die films. Omdat die, ja, die duren lang, je moet goed nadenken, dus val ik in slaap. Ik ging dus ook in deze vlog vandaag review doen van Beauty and the Beast, een nieuwe live action film. Dus wat vind ik van de film? Ik vond hem echt super goed. Ik vond, ze zijn heel trouw geweest aan het originele verhaal. Ze willen een paar nieuwe stukjes ertussen gaan, omdat er twee nieuwe liedjes, bij zijn gekomen. Ik vind ze heel mooi. Ik vind dat ze passen bij de rest van de originele liedjes. En dat ze ook heel goed zijn ingezongen door Emma Watson. Die heeft dat echt heel goed gedaan. Ze zeggen wel, veel mensen klagen dat het op autotune staat. Ze is ook een actrice en geen zangeres. Dus niet meer als normaal dat ze dat moeten doen. Hè. Je kunt niet alles. Hè. Je kunt niet alles kunnen. Of hoe zeg je dat? Ik vond echt wel een heel mooi film. Ook, ik ben echt niet goed met naam. Degene die LeFou speelt, die speelt ook Olaf en Frozen. En ik vond het, ja, heel goed. Hij speelde LeFou wel heel goed. Hij was ook het eerste gay of homo karakter in een Disney film. Alleen, ze gaan er niet heel fel op in. Je ziet hem op het einde. Of mag ik dat wel vertellen? Ik wil erbij zetten spoilers als je hem nog niet gezien hebt. Je ziet hem op het einde met een man dansen. Maar voor de rest, en dat omdat verliefd is op Gaston, of vind ik dat slecht mijn naam, dat hem verliefd is op Gaston, ja, ze gaan er niet te diep op in, dus je moet je geen zorgen maken, ouders. En ja, ik vind hem echt heel goed. Ik heb gelezen op een website dat er eigenlijk veel mensen zijn die de film niet zo goed vinden als het origineel, maar ja, ze kunnen niet 100% hetzelfde gaan doen en ook totaal iets heel anders van gaan maken, want ze willen ook trouw blijven aan het verhaal. Ik vond het wel heel goed. Ik ben ook een grote fan van Beauty and the Beast en ik ben heel tevreden van mijn nieuwe live action film. Ik heb een paar momenten zelfs een paar keer bijna moeten wenen. Ik zat tranen in mijn ogen omdat ik het zo goed vond. Dus ja, dat zegt veel over een film. Als ze tranen kan opwekken, is het wel, hebben ze wel iets goeds gedaan, denk ik. Allee, op een goede manier tranen. Niet dat die moeten wenen omdat het ergens is of pijnlijks. Dus ja, als je hem nog niet gezien hebt, zeker gaan kijken, is echt de moeite waard. Oh, en Hugh Grant als, is het Hugh Grant? Als Gaston, hele goede keuze ook. Wat vond ik wel van The Beast, dus ik ben nog niet klaar met mijn review blijven. Het Beast, ik vind hem in de tekenfilm, een animatiefilm, vind ik hem, ja, echt meer een beest. Nu hebben ze hem meer zo'n mooi beest gemaakt. Of hoe zeg je dat? Zo'n haarig mooi in de plooi. Hij is niet zo agressief en wild. Hij is niet zo agressief en wild als in de animatiefilm. Dus ja, en ik vond eigenlijk de prins niet zo knap. Maar dat kan ook aan mij liggen. Dat is mijn persoonlijke smaak natuurlijk. Zo, ik hoop, ja, dit was dus mijn review van Beauty and the Beast. Zoals ik al zei, ga hem zeker kijken als je het nog niet gedaan hebt. Het is zeker de moeite waard. En nu lekkere krakjes eten. Nom nom, wel jammer genoeg. Het is het witbrood, ik heb liever grijs. Maar ja, het wit was, grijs was ook, maar het is ook heel lekker. Hè? Ik heb niet veel te vertellen, maar we gaan de
zo Jurassic World juist, juist een tijdje teruggekeken naar dat Masterchef, wat ook heel goed was. Ik weet niet of iemand van jullie Masterchef volgt. Laat het zeker weten in de comments als jullie dat wel doen. Ze zijn bijna maar wel in aan het training gedeeld, anders zou ik niet durven vloggen. Ik vind het toch nog wel heel eng zo in het openbaar, zeg maar, het publiek zo. En jullie zijn ook publiek, ik bedoel mensen die in de buurt, dat vind ik toch nog wel een beetje eng. Maar ja, er zitten niet veel mensen, dus dan durf ik dat nog wel. Ja, ik ga nu naar huis en dan ga ik eten met mama en morgen moet ik werken, dus ga ik te laat slapen. Trouwens heb ik jullie dit hoesje al op laten zien van Beauty and the Beast. Van de teken van de animatiefilm dan wel. Ik heb er zo nog een aantal besteld op AliExpress voor nog geen euro een stuk, denk ik. Ik heb er een stuk of zelf besteld. Dat kan ik ook afvissen natuurlijk. En ik wist al graag af en toe een rappel iets bij ook met kleding heb ik dat ook. Daarom dat ik elk seizoen mijn kleren uit sorteer. Dus ja. Dat zou ik gewoon even laten zien. Ik ben nu thuis al eventjes, want ik heb mijn pyjama ook al aangedaan. Ik ben zo een van die personen die als hij thuis komt trekt zijn pyjama aandoet. Mama normaal gezien ook, maar waarom heb ik je pyjama nog niet aan? Ja, ik ben nu niet aan het filmen, ik ben bang met mijn eigen aan het filmen. Mama komt dus niet graag op de camera als jullie dat nog niet door hadden, maar ik denk van wel. We gaan zelfs iets lekkers eten, een creatie van mama. Ik heb eerlijk gezegd nog niet echt zeggen wat het is. Ja, maar ik heb toch niet exact gezegd wat het is. Dat is iets, ja. Oké, dat is goed. Dit heeft mijn mama dus lekker klaargemaakt. Vis gewoon in de pan gebakken met zo van die patatjes met tomaatjes en ajuin in een bouillon in de oven, denk ik. Ja. Ja, de vis lag er bovenop. Moet ik nog even zeggen van mama. Hierbij ga ik dus. Aardappeltjes en daar de laatste 10 minuten uur vis. Krijg je dus geen spel tussen, als iets zou zeggen. Ik denk niet dat die dat gehoord hebben hoor, de recept. Ik zal het recept er wel, als ze het vragen, zal ik het wel geven. Ik ga hierbij dus de vlog ook afsluiten, want we gaan nu nog eten en dan iets wat tv kijken, denk ik. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Een comment achter te laten. En zeker te abonneren als jullie dat nog niet zijn. Zo bedankt en dag. Tot de volgende keer.